In Boskoop is op zaterdag 18 mei voor de 58ste keer het Luilak voetbaltoernooi gehouden. Wat ooit begon om tijdens de Luilaknacht de jeugd van straat te houden, is uitgegroeid tot een waar fenomeen. Zoals gebruikelijk geeft burgemeester Koos Rijsdijk om 3:00 's ochtends de aftrap. En voor de laatste keer als burgemeester van Boskoop de aftrap? Ja, zo is het. Met ongelooflijk veel plezier. Heb ik dat de afgelopen periode gedaan. En kijk, ik stop. De volgende burgemeester neemt het over. Maar Luilak gaat altijd door. En hoe kijk je nou naar 15 keer terug als zijnde burgemeester van de dorp met zoveel aftrappen? Ja, nou ik heb natuurlijk het toernooi zien groeien in het licht, zal ik maar zeggen. Toen ik hier 15 jaar terug voor het eerste kwam, toen was er nog niet zoveel mooie verlichting. En toen zag ik gewoon echt jongens en vooral jongens toen, misschien wel uitsluitend jongens, zag ik uit de mistwolken komen en weer verdwijnen. Ja, op dit ogenblik is het natuurlijk allemaal fantastische verlichting, mooie kunstgrasvelden. En heel veel meisjes ook, hè? Heel veel meisjes. Ik heb begrepen dat het aantal teams van meisjes groeit, steeds groter wordt en misschien zelfs wel groter is dan de jongens. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, Boskoop is sportief. Ja, absoluut. Ja, zeker. Boskoop heeft met het Luilak voetbaltoernooi een groot evenement in de nieuwe fusiegemeente. Ja, ik vind dat geweldig en ik denk dat geldt voor alle drie de gemeenten. We hebben allemaal leuke evenementen die echt wat toevoegen. Trek bijvoorbeeld in Koudekerk is geweldig. In Alphen hebben we ook een aantal leuke evenementen en dit soort evenementen in Boskoop. Dat totaalplaatje is echt geweldig. Vind ik erg leuk. En gewonnen? Ja, kampioen. Kampioen? Dan zie ik je zo met de prijsuitreiking. Oké. Wat vind je van Luilak? Leuk. Het leukste wat er is? Ja. Ja, het gaat geweldig. Deelname aan een toernooi is mooi, maar je kan er ook een extra betekenis aan geven. Heb je gewonnen? Zijn jullie kampioen geworden? Ja, we zijn kampioen geworden. En kan je iets vertellen over dat t-shirt wat je aan hebt? Dat is voor Stichting Helpen Helpt. En wat is dat? Dat is een stichting dat je tegen kinderkanker. We staan hier alweer bij het grootste evenement van Boskoop. En hoe is het dit jaar weer gegaan? Ja, het is weer helemaal grandioos verlopen. We hebben ontzettend mazzel gehad met het weer. En iedereen heeft zich keurig netjes gedragen. Weinig heibel in de nacht. En alle wedstrijden zijn keurig netjes verlopen. Dus helemaal goed. Hoeveel hebben er dit jaar meegedaan? Ik begreep dat er een record was dit jaar weer. Ja, we hebben weer een record en dat is jaar na jaar. Maar dit jaar hadden we er 161 teams. En dat zijn meer dan 1700 kinderen hebben er meegedaan dit jaar. Rechtsbackspeler Del Janmaat deelt de prijzen uit. Maar wat vindt hij zelf van dit toernooi? Oh, wat je zegt, een mooi evenement. Ik ken het niet. Ja, je ziet dat er zoveel mensen op afkomen. Dus het leeft hier enorm. En het is leuk dat al die kinderen het enorm naar de zin hebben. En ik denk dat ze gesloopt zijn, want wat ik heb begrepen zijn ze al sinds 2 uur s'nachts bezig. Dus een heel leuk evenement voor de kinderen. Dat nou straks na de fusie, want we krijgen Rijnwoude erbij, Alphen erbij, Boskoop. Wordt straks Luilak gewoon iets van 6000 deelnemers als iedereen mee mag doen? Nou, dat zou niet zo moeten zijn eigenlijk. Boskoop heeft zijn eigen dorpsagenda en het Luilak voetbaltoernooi hoort daarbij. Dus Luilak is Boskoop.